Goedenavond. Tijdens oud en nieuw alleen nog maar met sterretjes zwaaien of met knalerwten gooien. Dat is wat GroenLinks en Partij voor de Dieren willen. De twee partijen komen deze week met een wetsvoorstel voor een landelijk vuurwerkverbod. Maar is zo'n verbod ook te handhaven? Die dingen zijn echt hard, jongen. Ruim 10 miljoen schade, een dodelijk ongeval, minstens 200 mensen met lichamelijk letsel en de inzet van duizenden politieagenten. Het vuurwerkverbod zoals dat dit jaar was afgekondigd, was niet bepaald een succes. Ja, nou, dat heeft duidelijk niet geholpen. Hè. Dus de politie heeft bij het afsteken ervan nauwelijks ook ingegrepen, omdat ze veel te druk hadden met andere excessen. Wil je dit goed doen, dan zegt de Raad van State ook, zorg dat het goed te handhaven is, verbied alles en begin op tijd. En daarom komen GroenLinks en de Partij voor de Dieren nu met een nieuw wetsvoorstel, een totaalverbod. In Nederland is dat gegroeid als een gewoonte, maar heel veel experts zeggen dat is eigenlijk raar, want vuurwerk kan enorme schade veroorzaken. Dat gebeurt dus ook ieder jaar, ook veel omstanders zijn slachtoffer, omdat het eigenlijk een soort van munitie is. En dat moet je dus niet zomaar op straat in de rond gaan gooien. De politievakbond is het helemaal met dit voorstel eens, maar gaat er niet vanuit dat iedereen zich er meteen aan gaat houden. En er zal ook voor oud en nieuw meer gecontroleerd moeten gaan worden. Ja, men is massaal vuurwerk in gaan kopen in België, in Polen, nou noem allemaal maar op. Dus denk dan niet dat je gelijk volgend jaar al minder vuurwerk hebt. Hè. Dat zal met name de jaren daarna afnemen als je dit consequent uitvoert. Vuurwerk mag dan alleen nog maar afgestoken worden door professionals. Bovendien moet er ook gezocht worden naar andere alternatieven. Mensen hebben een uitlaatklep nodig. Je moet eigenlijk dat vuurwerk vervangen, zegt u. Ja, er moet een vervanging komen voor het vuurwerk waar mensen ook toe aangetrokken worden. Want als je die uitlaatklep niet hebt, het is het grootste evenement van het jaar, oud en nieuw. Met allerlei drank, drugs en excessen. We zien de normale, rustige mensen niet meer op straat. Oude mensen die niet meer op straat komen. Dus iedereen is het erover eens, er moet wat gebeuren. Is er een kamermeerderheid, denkt u? Dat zou wel moeten, want de meerderheid van Nederland is voor en de achterbannen van de meerderheid van de partijen in de Kamer zijn ervoor. Dus het kan eigenlijk niet anders dan dat we met elkaar besluiten, laten we het leuk maken.